Ook mijn nieuwe vlog, vlog 98, gewoon dat kan. Allereerst, ik heb net twee films op willen nemen. Helaas mislukt, de opslagruimte zat te vol. En helaas zijn ze mislukt. Om niet weer lang te kletsen en alles. Ik heb een topgala gehad, top week gehad, top geslapen. Niet als mijn rug had, lekker doorgeslapen en alles. Lekker uitslapen, ben ik heel blij mee. En echt een prima, prima week gehad. Mijn broer vandaag realiseert bij ons. Ik kom vanavond realiseren, de radio moet eruit. Nou ja, prima. Hij volgt me op YouTube en nog andere social media. En hij vindt het heel gaaf mijn broer te zijn. Ik kan goed opschieten met elkaar, ik moet gewoon rekening houden met hem. Dus vanavond gaat de radio gewoon uit. En ook met het filmpje, met de vlog, doe ik ook de radio gewoon uit, gewoon dat kan. Van deze video gaat over hoe het is om over jezelf te praten, maar ook om aan een ander te denken. Als je bij jeugdvereniging zit of bij waar dan ook, ik praat heel veel. Ik vraag eerst hoe het is met jullie, dan vraag ik het ook met mij. Dat is ook netter. Zo hoort het ook. Eerst over jezelf. Eerst aan de andere vraag hoe het met hem is en dan over jezelf praten. Dat is het beste. Daar gaat deze video over. Vlog 98. Verspreek me, het gaat goed. Ik heb ziek gemeld woensdag, ik was gewoon niet lekker, heel bloed, maar het viel het nou verder wel mee. Maar was niet zo blij met mijn tekst, geloofde ook allemaal niet. Dus hier bij mijn excuses, ik heb ook mijn excuses aangeboden. Ik ga gewoon doorzetten met alles, ik ga gewoon doorgaan. Nou, ik durf mijn pet af, maar is het een beetje jeuk. Ik ben vandaag met mijn zusje even weg geweest en een familielid. Ik ga hem niet vertellen wat ik gedaan heb, gewoon even iets geregeld. Ik heb even mijn familie te geholpen met iets met de plantjes of zo, ik weet niet meer. Gewoon een klusje. Met de hondteken uitgelaten. Ja, dan ga ik wel de fouten. Vertel ik wat ik gedaan. Nee, ik zat anders in. Mijn vader heeft gewerkt vannacht. En die is moest ik net even helpen met koken. Moest we even de snijbonen snijden. Ging wel goed. Ik heb een paar koffie op, de hond heeft uitgelaten. En voor de rest heb ik eigenlijk al een prima dagje gehad. Dat is altijd nog vroeg. Het is lekker vrijdag, het is lekker weekend. Morgen ga ik lekker uitslapen naar de kerk en zo met mensen bij praten. Morgen ga ik even met mijn oom even weg. Gewoon dat kan. En het hond. Dat is wel gezellig. Dus morgen wordt ook een mooi dagje. Ik ga even opladen voor een nieuwe week. Ik blijf gewoon vloggen, gewoon beatboxen, gewoon woord van God. Gewoon Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Skype. En Snapchat doe ik ook tegenwoordig. Dus dat is wel gaaf. Snapchat heb ik ook goed schrik mee. Het gaat echt goed, jongens. Ik heb mijn kamer een beetje opgeruimd. Moet iets beter opruimen. Werkboek bij me en zo. We gaan het een biertje drinken. Straks naar opa en oma toe. Praten wij, zijn gezelligheid. Komt allemaal goed. Ook gaan we opa en oma weer spreken. Ik ga eerst opa en oma vragen hoe het met de ander is. En dan vragen we komen zelf. Ik heb goed slaap vannacht. Zo'n gala gehad. Zo'n week gehad. Alles ging super leuk. Alles ging super goed, super lekker, super gezellig. En de nieuwe week gaat ook hartstikke goed komen. Het is een korte vlog. Gewoon dat kan. En dat ik niet veel te melden heb. Jawel, ik heb wel veel te melden. Ik zit helemaal te rommelen. Sorry jongens, ik ben helemaal druk en alles. En het is mooi weer buiten. De zon schijnt. Het is een beetje sneeuw. En prima. Ja. Even meer heb ik niet te melden. Ik ga het gewoon. Het gaat allemaal super goed, super lekker. Wees als een buik hoort allemaal bij. Goed, goed, goed. Genoeg gekletst. Nu even wat serieus. Even mijn e-mail checken. Doe ik bijna nooit. Ik heb vanaf Wie is de Motor gekeken met mijn zusje samen. Dat is wel leuk. Zo mooi, al die mailtjes. Nee, geen zin in. Die ga ik verwijderen, die ook. Oh. Zo, nu is het verwijderd. Top. Ik wil allereerst even zeggen. Ik heb al veel vaker gezegd, ik ben mijn films gewoon natuurlijk. Ik blijf gewoon normaal, gewoon mijn filmpjes op vlog en alles, op mijn eigen manier. Geen voorstukjes, geen filmpjes, geen muziekjes. Gewoon lekker, dat blijf gewoon doen. Ik zie wel. Bedankt het vooral, het komt allemaal goed.
Wat heb ik een beetje vertellen? Mijn baard is mooi getint vorige week en ik mag hem nu lekker laten staan. Daar ben ik blij mee. Goeie schik mee. In het begin heb ik ook goede schik mee. Ik heb van de vaders uitgepakt van mijn familie. De hond heeft 2 keer uitgelaten. En voor de rest gewoon lekker relaxed. Heb ik op de bank gelegen. Bij ons thuis is het zo. Je doet eerst het werk en dan nog geen vrije tijd. Maar omdat ik de hele week gewerkt heb en het weekend licht zit te luieren, vinden ze ook wel wat kan doen. Aan de ene kant snap ik het wel. Ik wil graag mijn ouders helpen. Maar ik heb niet altijd evenveel zin en energie. Je hoort de muziek van boven, hè? Dat is mijn zusje die de muziek zit te draaien. Ja, kom mijn moeder zucht en gehapen. Dat is ook allemaal zwaar. Het valt ook allemaal niet mee. Mensen zijn zo negatief tegenwoordig over alles. Alles is zo slecht en het weer is zo slecht. Maar daar moeten mensen mee ophouden, dat valt best mee. Maar ik ga ervoor afsluiten. Het is een lange vlog. Gaat om super goed, super lekker. Als je video leuk vindt, like. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Top. Vind ik het overzicht. Ik weet het niet meer. Ja, ik skype ook nog steeds met Hessel in elke klas. Dat is ook super leuk, super gezellig. Vond ik 2 keer gedaan, dat is leuk. En voor de rest heb ik een prima week gehad. Prima geslapen. En ja. Gaat heel goed met de NV. Super goede schik mee. De familie gaat goed. En de buurt ook verder dorp gaat ook allemaal goed. Hij is lekker druk met zijn haar dingen. Daar ben ik heel blij mee. Goede schik mee. Het is mooi weer, we gaan gewoon door. Ik hoop vandaag nog een filmpje te uploaden van wat ik van vind van YouTube. Hoe ik ermee omga. En sinds ik begon met YouTube, dat het echt een beetje een hobby van mij is geworden. Ik ben ook voor hobbyfotograaf met mijn telefoon. Ik maak veel collages met de dieren en het werk en alles. En ik vind dat heel leuk. Ik had ook veel likes, daar hou ik heel veel van. Het gaat me trouwens niet om de likes, maar dat mensen het zien. Dat is echt waar, dat meen ik echt. Dat meen ik echt. Goed. Dit was de vlog, vlog 98. Ik wens je een hele fijne dag verder. Doe kalm aan, blijf gewoon je ding doen. Trek je niks aan van anderen. Ik laat me ook niet zien. Oh, tot slot. Ik heb van de week een beetje irritatie gehad met huisgenoten. Dat laat ik lekker achter elkaar, lekker rustig. Ik ga van de week gewoon nieuw starten, nieuw tegemoet gaan. En ik ga gewoon nieuwe kansen. Volgende week ga ik gewoon tijd komen aan het werk. Gewoon goed mijn best doen op het werk. Gewoon lekker dieren zorgen en alles. Vaste route. Thomas koffie zorgen. Daar is de koffie zorgen. En gewoon lekker een fijne week van mij. Ik wens je een hele fijne zaterdag verder. Spreek je later YouTube filmpjes. En ik spreek je straks weer. Ik zou zeggen... Ciao, dikke met peace en tot later.